Aan de Schroefstraat in Lelystad is de coronavaccinatie begonnen. GGD Flevoland wordt daar geholpen door vrijwilligers van het Rode Kruis. Daaronder bevinden zich 6 inwoners van de gemeente Dronten. Chantal Vijver is een van hen. De GGD heeft het Rode Kruis ingeroepen om in ieder geval te assisteren op de locatie. De zorgmedewerkers die gevaccineerd zijn, worden na de vaccinatie aangegeven dat ze een kwartier even nog in de wachtruimte plaatsnemen. En het Rode Kruis is er om de mensen in de gaten te houden. In de gaten houden? Dat ze niet onderuit gaan? Of dat ze een allergische reactie krijgen. Kijk, bij elke prik die iemand krijgt kan er natuurlijk een reactie optreden. Dus daar is het Rode Kruis voor. Gebeurt er ook iets? Want ze moeten een kwartier wachten, dat is niet voor niks. Nee hoor, nee. Mensen zijn vooral gezellig met elkaar aan het praten. En ja, het enige dat ze last hebben van hun arm, iets een pijnlijke plek. En voor de rest is er nog helemaal niks spannends gebeurd. Nee, gelukkig niet. Krijg je ook reacties? Ja, wat je vooral ziet is dat mensen die in de wachtruimte komen heel erg blij zijn. Opgelucht zijn dat het nu eindelijk gevaccineerd zijn. Ja, en vooral dat het hopen dat het snel allemaal voorbij is. Heb je hier naar uitgekeken ook, persoonlijk, naar het moment van vaccineren? Ja, gewoon dat het normale leven gewoon straks weer verder kan. Dat zou heel mooi zijn, ja. Want ja, heel Nederland heeft er eigenlijk ook een beetje naar uitgekeken, 10 maanden lang. Heb je het idee dat jullie hier aan de Schroefstraat in Lelystad historie schrijven? Absoluut, voor Flevoland zeker. Maar ik denk dat het landelijk is dat er historie geschreven wordt. En dat er nu eindelijk een vaccin is. En dat we straks weer terug kunnen naar het normaal. Voor hoe lang gaan jullie dit doen hier in Lelystad? De komende maanden, totdat het voorbij is. Totdat iedereen gevaccineerd is. Hebben jullie genoeg vrijwilligers bij het Rode Kruis om dat allemaal te bemensen? We zijn natuurlijk altijd op zoek naar nieuwe vrijwilligers, maar we kunnen de diensten gelukkig rondkrijgen, ja. Is het leuk werk? Het is hartstikke leuk werk, ja. En wat is er leuk aan? Nou, het is gewoon bezig zijn met mensen het is mooi dat we dit nu eindelijk, dat dit op gang is gekomen, de vaccinatie. Dus daar is de Rode Kruis dan ook graag bij om te assisteren, ja.